JOB is dé belangenbehartige organisatie voor alle mbo-studenten. We zijn een organisatie die voor en door mbo-studenten zijn. Er zijn heel veel dingen binnen het mbo verbeterd moeten worden. En vooral vanuit het perspectief van studenten. Het bestuur zijn 5 mbo-studenten die een mbo-opleiding volgen en als geen ander weten wat de mbo-student wil. En wij worden gekozen door de leden. Wat wij doen is achter de schermen werken met klachten van mbo-studenten, bij scholen langskomen, op de bezoek met de minister en met de Tweede Kamerleden praten over allerlei maatregelen binnen het mbo. Zeker een belangrijk punt waar we voor strijden schoolkosten, want we willen niet dat studenten onder dwang geld wordt geïnd door de scholen en de studenten daar niet van op de hoogte zijn. En daarnaast hebben we volgende ook nog de OV-jaarkaart voor minderjarige mbo-studenten waar we voor strijden en waar we vinden dat die te moeten komen, omdat het gewoon onrecht wordt aangedaan. We krijgen de klachten via de telefoon of via de mail en daarmee zien we gelijk wat voor klachten zijn, wat voor signalen binnen een instelling zijn om te zorgen dat wij een goed beeld krijgen over de problematieken binnen het mbo. Dan wordt het behandeld hier op kantoor. Daar hebben we de 4 medewerkers voor die de klachten behandelen. En daarnaast worden ze dan, als het ernstig is, worden ze teruggebeld of wordt er per mail advies uitgebracht. Mijn doel is dat er zoveel mogelijk inspraak vanuit binnen de scholen komen en dat zij bepalen wat er gebeurt binnen de school en niet de directie. Wat wij uiteindelijk willen gaan bereiken is dat er gewoon een goed mbo staat, waarin elke student een goede opleiding kan volgen en zijn talenten, zijn of haar talenten, tot zijn volste kan ontplooien.